Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen opgenomen op zaterdag 20 oktober. Er trekken wolkenvelden over het land, maar er is ook ruimte voor de zon vandaag. Zeker in het zuiden van het land is dat het geval. Vanochtend is het wel nog wat aan de frisse kant met zo'n 6 tot 9 graden. Maar vanmiddag wordt het opnieuw zo'n 15 tot lokaal 17 graden. Er zijn dan zonnige perioden. Zoals gezegd, de meeste zon in het zuiden, in het noorden is meer bewolking aanwezig. De wind stelt niet veel voor, die is zwak of matig en heeft in het noorden een westelijke voorkeur. Vanavond ook rustig weer, opklaringen en wolkenvelden trekken er voorbij en de temperatuur daalt naar zo'n 9 of 10 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden en zonnige periode. En weer is de verdeling hetzelfde: in het zuiden de meeste zon, in het noorden de meeste bewolking. Het wordt een graad of 16. Na morgen wordt het weerbeeld echt anders. Het wordt frisser en ook wisselvalliger. In de nacht van zondag op maandag kan het enige tijd regenen. In de loop van maandag wordt het wel droog en wordt het smiddags een graad of 13. Dinsdag is het grijs met hier en daar een spatje regen. En ook woensdag kunnen er een paar buien vallen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.